Hallo, ik ben Legion en welkom bij een nieuwe part van Lucius 2. Ja, ja, ja. Die man gaat dood. Die man die denkt waarschijnlijk van wat is er aan mijn hand, heeft hij een sleutel. Oh, daar komt die man aan. On the ready! Uh-oh. Holster. Yes! Hij had een sleutel ook, mooi. What the fuck? Oh, die gast die heeft gewoon die fucking portemonnee gejat. Vallen, jat het. Oké, open de deur. Yes, we did it. Sleutel even meenemen. Oh, kut. Fuck, die gast. Zo, sleutel mee. Oh, ik heb te veel inventory spullen. Drop. Mooi dat alles ook blijft zweven. We hebben de sleutels. Missing description. Ah, Devil Bobblehead. Oké. Okay. Ik dacht al. Oh. Waar zijn onze donuts daar? Ja, dat kruis moet namelijk wel kapot. Find the number. Dit is... De game wordt beter. Ik zeg eigenlijk. Vind ik tenminste. De game wordt beter. Ik denk dat we maar met asset gaan lopen. Puur voor het geval dat er wat komt. Want ja, paniek. Af en toe. Alsjeblieft, die man heeft ook een sleutel namelijk. Kunnen wij ook wel gebruiken. Sleutels zijn nooit weg. Donuts. Ik zit te kijken of er nog ergens iets bruikbaars is, maar ik denk het niet. Ik weet niet waarom die timer van Panic er nog steeds loopt, maar... Zal wel. Oh, dat was misschien niet zo handig. Oh ja, moet hij die tough guy daar ook nog killen? Heeft die zuster iets voor ons? Nee. Ik had daar dat ding kunnen gebruiken, maar ja. Kun je niet alles hebben? We zijn wel level up. We hebben daar dit ding nog voor die andere gast. Ja, labalabal, hop. Use an object from a distance, dat is wel handig. Om te hebben, vandaar dat we dus meer punten hierin gesteken ook even. Op zich is het dat wel goed. We wisselen wel heel veel van dingen continu. Ik weet niet of die man ons iets doet. Ja. Uh-oh. Laat het lichaam los. Hé, hey, kijk, een double bobblehead. Zo cool, dat is ook veel kleine bobbleheadjes. Hè? Ah, die duurt dus weer terug naar zijn originele plek. Dat komt wel aan, denk ik. Oh, we kunnen echt dat ding breken. Wacht, laten we dat eens doen dan. Oké. Okay. Dit ding is nou kapot, voor de duidelijkheid. Ding dong. Charles Wagner's personal stuff. Find the number. 557921. 7921. Oké, okay, daar gaan we dan. 7. Weet ik niet meer. 7. Oh ja, 7921, dat was het. Ja, dit is moeilijk. 7. Zo werkte het vroeger, jongens en meisjes. 9. 2. 1. Yay. At this point, he called me
There were no words, but somehow I knew that I would have to wait for him at the morgue. It was strange how each moment I felt more connected to this kid. Die man die komt ook gewoon niet meer naar mij toe, hè. We gaan even. Ik wil die dude wel dood hebben, namelijk. Kom eens hier. Hey, bitch. Stay still, kid. We're gonna have a talk. Oh, mooi, en dat mag ook. Yay, want anders zou ik hem hiermee vermoorden. Dan moesten we. Als ik hier het vuurding op doe, dan ontploft het ook. En ja, ik wil die man gewoon dood hebben omdat het kon. Circular saw blade. Oh, een nailgun. Shoot. Serieus? Kunnen we gewoon met een nailgun shooten? Oh, die wil ik meenemen. Oh, hey, een bobblehead. Ik zie hem daar liggen nu. Een bobblehead. Aan de kant. Allee, dus we hebben alles hier gehad verder volgens mij. Die dude is nog steeds in panic. Die game is zo buggy. La 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 la. Exit. Even langs de bubblehead. Yay! 5 XP. XP is altijd blij. Ja, mooi. Hey, mijn fietsjes was weg. Satan. Title. Oké. Continue. Ik hoop dat we nou naar buiten gaan. En niet meer in een fucking ziekenhuis zitten. Dat zou fijn zijn. Rip Charles Wagner. Don't fucking care. Oh, we zitten nog steeds in het ziekenhuis. Maar dit is een paar. Oh my fucking god. En ik heb de hik. Dat zijn heel veel fucking luien. Dat is. Hey, mijn fietsje is terug. Oh ja, dan kunnen we met het fietsje nou. Heus nou overal doorheen. Dat lijkt me wel goed eigenlijk. Met het fietsje gewoon vol gas overal doorheen knorren. Wat moeten we doen? We moeten meerdere dingen. Records, find the kid records. Level 5. One last visit. Dit ziet er gewoon beter uit, netter. Fijn dat voor al die deuren waar we altijd wit voor moeten hebben, dan moeten we een sleutel hebben. En die man heeft die sleutel. Wat doet die man hier? Ik vermoed koffie. Heb ik pilletjes? Ik heb pilletjes. Oh. Oh, hallo mevrouw. Yes, er is er eentje dood. Maar laat die man ook maar naar hier komen. Oh. Mooi. Die is dus ook dood. En hij dropte de sleutels, dus dat is goed. Sleutels. Oké, dat is dat. Game saved. Yay! Dat ging op zich goed. They described a very rare salt allergy that made his blood boil when he was even in contact with salt. Oké, de morgue. Lucius was also dying. Moeten we naar die kant. Dat is daar binnen. That Dr. Shitface Hill told on me again. What'd you do? Nothing really. I was just having reception a alarm for my next shift. Okay, waar is de administrator? Die is die kant op. Ah, die zat onder de douche. Oké. Okay. Wat hebben wij? Zo 1, 2, 3 vast. Dat is wel goed genoeg. Ah, oh, dat is nog gebroken. Oké. Okay. Gezellig. We kunnen dus iemand in de fik zetten als die hier naar binnen komt. Yay. Mooi. Dat is goed, we kunnen de showers blijkbaar onder stroom zetten. Maar we moeten dus kijken waar die key moet zijn. Even zoeken.
Want we willen daar de toezin. Heeft een van jullie een key? Nope. Mooi, explosive shit. Daar kunnen we mensen mee opladen. Wacht, we gaan die kut, drie kuttenkoppen gaan we opladen. Hallo mevrouw, doe mevrouw. Oké. Nou wachten we. Waarom werkt het niet? Waarom ontplofte die shit niet? Dat is zo moeilijk. Boom. Dat ging niet goed. Ik denk meestal kunnen we naar binnen rennen en dingen doen, maar nee. Waarom die explosive shit niet werkte? Geen idee. Echt geen idee. Dit hebben we gehad, toch? Yep. Daar is ons fietsje, too far away. Nou, we weten dat we in ieder geval naar deze kant moeten. En dan kunnen we eigenlijk naar buiten. Ja. Dus even kijken. Oh, we hebben die nailgun ook nog. Oh, die is empty. You serious? Uh-oh. Dat is kut. Oké, we pakken die bubblehead hier even. En de nailgun even mee. De keys zijn wel een keer anders ook, blijkbaar. Oké, zij heeft die dingen. Zij heeft die key. Hebben we iets waar we tegen haar bakjes aan kunnen gooien? Dat ze doodgaat? Nee, ik heb wel een lighter. Oh, hallo mevrouw, doe ik mevrouw. Eens even kijken. Oké, hier zijn... Oh god. Wat is dat? Een pen. Laten we dit gebruiken. Gaat er één van hun een keer koken? Dat zou mooi zijn. Nope, hier is ook niks. We moeten echt hier naar binnen. En dat heeft die vrouw heeft die fucking sleutel, of niet? Ja. Yeah. Zij heeft natuurlijk die fucking portemonnee meegenomen. Wat een bitch. Wacht, we kunnen haar wel overnemen. Dus waarom lopen we niet in haar eigen trap? Hallo, kind. Zeg ze dan. Temperature will rise. Oké, dus we blijven hier gewoon bij staan. En dit wordt warm en dan ontploft het zelf straks, volgens mij. Denk ik. Hoop ik. Want, in theorie... Waarom werkt het nou niet meer? Want dat is gas en dat is warmte, dan zou het boem moeten. Nou ja, eigenlijk moet er een vonk komen, maar ja, dat is het idee. Ik vind het best. We laten haar met rust. Oh wacht, misschien ploft het zo. Het is wel warm daar. We hadden eigenlijk nog wel een crash card volgens mij. En moeten we die even ophalen en meenemen. La 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 la. Hallo mevrouw. Oh, wat is dit? Employees only. Ah, hier is een deur met een hendel. En die vrouw. Ah, er is een pressure chamber. Oké. Aha, wacht, we hebben die pen nog, hè? Kunnen we die niet modifieren? Nee. Hoe de fuck gaan... Oh, hallo. Hoe de fuck gaan we hier naar binnen komen? Wat gaan we hier doen? Waarom moet deze vrouw dood? Vraag mij af.
Ah, oh. Niet gezien. Oeps. Ik had niet gezien dat hij hier langs liep. Ik zocht namelijk naar een ding. Paniek in de keten. We hebben er verder niks eigenlijk. Dat is echt kut. Oké, we kunnen dit zo doen en dan. Het hele hok in de fik zetten, dat zou leuk zijn. Ik ben benieuwd, ik denk niet dat het werkt. Ik wil het wel proberen. Ik ben bang dat het niet werkt. Schouders die duurt dan terugkomt, we gaan even hier naartoe. Die duurt zal een keer terug moeten komen. En dan moet ik even kijken, misschien kan ik die lighter erin gooien, brandend en al. Dat dat een oplossing is. Anders weet ik het zo 1, 2, 3 ook niet namelijk. Dat is het probleem. Het zou op zich cool zijn als dat werkt. Dat dit karretje überhaupt nog werkt. What the fuck detect ons hier? Het zal wel. We gaan eerst deze kant wel weer op. Want we moeten die vrouw nog dood hebben hier. Die zuster. Zo fijn dat... Zoals je ziet, die kabel... Die... is dingen aan het doen. En God mag weten wat eigenlijk. Maar in theorie zou nou het hele kastje onder stroom moeten staan. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Of dat daadwerkelijk zo is. Komen we op één manier achter zo gauw als die mevrouw er nou tegenaan loopt. Are you lost, sweetie? Nope. Waarom werkt die kabel niet? Gam! Waarom is die kabel weg? Oh, nou opeens is hij hier. What the fuck? We rennen net zo hard. Oh, hell no. Jij gaat niet dood. Deze zuster moet dood. Die moet dood. Kijk, zo doen we dat. Ah, nou kunnen we dus ook dingen gebruiken over afstand. Dat hebben we nou bijgeleerd. Oh, we hadden haar op heel veel manieren kunnen killen hier eigenlijk. Okay. Pick up, don't care. Maar oké. Okay. Oeh, mooi. Oh, yay, bottle of acid. Dat kunnen we sowieso wel gebruiken. En dit kaartje kunnen we ook heel goed gebruiken. Dus die gaan we ook meenemen. Er staat een bobblehead daar bovenop. Let's go. Telekinesis. Nummer 5. Oké. Okay. Dat is ook cool dat je daarvoor telekinesis nodig bent. Oké, okay, dan rennen we gauw hier naartoe. Want we moeten waarschijnlijk die duurt daar binnen wel killen. Daar gaan we dan toch vanuit. Eeuw. Komt helemaal goed. Equip. Nou, break. En dan kunnen we dat straks in de... Oké, doen we dat zo op die manier en dan... Oké, die zit ik onder de stroom zitten. Wacht, stop. Paniek. We hadden het onder stroom kunnen zetten. Dat gaan we nou niet doen. Omdat we het niet kunnen. Kunnen we dat? Nee, we kunnen niks breken hiermee, joh. Dat is op zich logisch. Dus gaan we hem onder de acid stoppen. Kunnen we dat kan. Dan was hij er toch zo weer achter, man. What the fuck?
Uh-oh. What the fuck, game? Waarom gaat die dude niet dood door acid? Maar kijk hoe die eruit ziet. Die gast moet toch al lang dood zijn, game? What the fuck? Oké, maar we hadden dus hier iets onder stroom kunnen zetten, denk ik. Ik zal alleen niet precies weten wat. Nou, flammable bot. Het staat lopen ook door de deuren heen. Super gezellig. We hebben niet zo heel veel dingen bij ons. Ja, we hebben wel wat dingen, maar daar hebben we niet genoeg aan. Ik ga eens even kijken bij de morgue dan. Want hier komen we niet echt veel verder op het moment. Helaas, pindakaas. Die man zit gewoon niet meer terug op zijn hok en het hele ding is weg. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Echt geen idee. Ik heb vast wel iets bij mij dat ik kan gooien tegen de kruis aan. Oh, you serious bastard? Game over. Ik weet het niet meer. Echt niet. Ik weet het niet. We kunnen, je hebt vrijheid om lui te killen, maar... What the fuck moet ik hier gebruiken om lui te killen? Dan zijn we helemaal hier, hè? Begin. Er is niks gebeurd, zegt de game. Zo irritant, hè. We hadden die admin, die konden we al bijna killen. Die dude die ging gewoon niet dood. What the fuck? Die gast die wil dood gaan. We zijn het level ook weer kwijt, hè. Voor de duidelijkheid. Nou, dan gaat samen zo dood. Zij gaat dan wel weer dood. Waarom gaat zij wel dood en die andere gast niet? Wat is dat voor onzin? Dat volg ik dus niet. Waarom een wel en de ander niet? Dat dokter shitface Hill told on me again. Nothing really. I was just having a. Ah, we hebben pillen. We kunnen toch geen pillen in shampoo doen, lijkt mij, maar oké. Okay. Wat is dit? Een dildo. Oh, wow. Are you serious? Hier. Wil daar maar mee. Ah. Ik word een beetje chagrijnig. Zoals je wel licht een klein beetje merkt. Waarom komt dat? Dat kan ik je uitleggen. Dat kan ik je echt wel uitleggen. Dat komt omdat ik wel dingen doe zoals het moet. Zoals wat we deden met die fucking acid op die gast. Hij is helemaal groen en aangebrand. Maar hij gaat gewoon niet dood. Omdat de game er niet aan staat ofzo. Ik weet niet, maar dat is gewoon verneukt. Oppakken, bitch. Is die man van titanium ofzo? Ik zie een piemeltje. Hoe de fuck gaat die dude niet door de fucking flessen tegen zijn bakjes? Die gast is gewoon niet te killen volgens mij. What the fuck? Hij had toch dood gaan door die fucking dingen? Ik volg het echt niet meer. Game, ik word chagrijnig. Dat is niet goed. Ik heb echt zin om te vloeken en schelden nou op die game en te gaan ragen. En ik neem aan dat jullie wel kunnen begrijpen waarom. Deze twee flessen zijn allebei kapot tegen zijn bakkers aan en hij gaat niet dood. Oh. Maar als het goed is er nog ergens, fuck off, kut ding, een D-Fib kaartje. Je moet je bakkers houden. Oh, als dit D-Fib-karretje niet werkt, dan weet ik het niet meer, hoor.
Dat is echt het laatste wat ik kan bedenken om die gast dood te krijgen, maar... Dat zou niet moeten. We hebben asset over voor hem heen gegooid. We hebben die fucking dingen op zijn bakkers gegooid. En niks werkt. Kom eens hier. Wacht. We nemen hem gewoon over. La 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 la. Hey Lucius. Haha, einde. Fucking lukt die gast is dood. Oh, dat was echt te veel van het goede game. Ah ja, we moeten die more key nog hebben. Dat is een beetje het laatste wat we moeten. Ik vraag me alleen af hoe. Ik vraag me echt af hoe, want we kunnen niet zomaar naar binnen walsen, lijkt me. Now I've got you, you little son of the devil. Huh? Stay still, kid. We're gonna have a talk. Hoe de fuck moet ik die dynamite eigenlijk aandoen? We zijn bastards sowieso, denk ik. What the fuck? Maar iemand van hun heeft die Morky, maar... dat was te verwachten. Ik word een beetje chagrijnig van de game. En zoals ik zei, ik neem aan dat jullie dat kunnen begrijpen. Dit is weer echt zo'n typisch geval waar ik het meeste hekel aan heb. Wij doen het wel goed, maar de game werkt niet mee. En dat is het probleem. En dat is vaak het probleem bij een game. En dat is kut. What the fuck? Is die weer usable? Game. Maar welke van die Mongols hier heeft die Morky? What'd you do? Die Mongol. Nothing really, huh? I was just having a smoke while I was waiting for my next shift. Oh, for fuck's sake. En wat is hier te beleven? Niks. En dit is locked. Waarom weet ik niet? Prescription. Aha. Prescription door. Oh, maar ik neem aan dat jullie kunnen begrijpen dat je zo geen van wordt. Zou ik die dude kunnen killen van een vier? Out of my way, kid. Yep. Nee. Half. What the hell? What? Huh? Holy shit. Okay, I'm taking you in the cut. What the fuck game? Oké, nou, het zal wel. We gaan verder in de volgende part. Hopelijk ben ik dan iets minder chagrijnig. Want dit is ook gewoon frustrerend. Hier heb je echt zin in om die game gewoon af te sluiten. En als de game fysiek was en niet digitaal, om hem kapot te scheuren en die DVD te verbranden, zeg maar. Tenminste, dat heb ik. Puur omdat die game niet meewerkt. Je weet wat je moet doen, je doet het goed, maar die game werkt gewoon niet. Dat is het hatelijkste aan een game. En dat werkt allemaal aan die kut Unity engine. Dat is echt een scheid engine. Maar oké. Ah, genoeg geraced. Ik hoop alsnog dat jullie het wel leuk vonden. Laat het weten in de comments. En dan zie ik je in de volgende video. Laters.